Lieve mensen, leuk dat jullie kijken naar deze video. Ik zal me even voorstellen. Jullie zullen mij vast nog niet kennen, aangezien ik vrij nieuw ben hier. Mijn naam is Lure de Vries. Ik werk hier eigenlijk sinds januari. Een beetje op een gek moment ben ik hier binnengekomen. Ik ga jullie vandaag helpen met een beentraining. We hebben sinds kort een tweede tent buiten staan. En de feedback die ik daarvan heb ontvangen van veel mensen is... Upper training gaat heel goed, dus ze kunnen vaak de borst makkelijk trainen. Rug lukt ze wel, armen en schouders gaan ook goed. Maar benen, dat is een klein beetje een ander verhaal. Maar ik ga jullie daarbij helpen door een paar oefeningen te laten zien... die je buiten in de tent kan uitvoeren. Het is een beetje gek, want ik sta natuurlijk niet in de tent. Toch ga ik jullie een paar oefeningen laten zien die buiten de tent ook staan. Ik heb hier bijvoorbeeld twee machines staan. We hebben hier een leg extension en we hebben een leg curl. Deze machines hebben we ook buiten staan. Ze zijn wel een klein beetje anders. Deze twee machines gaan we gebruiken als een warm-up. Het is belangrijk dat de benen goed warm zijn en dat de knieën goed warm zijn. Gaan we straks ook weer binnen volledig open, dan is het wel fijn dat de benen volledig warm zijn. Ook als je daarna weer je heavy squats wil gaan doen of een leg press wilt gaan doen, is het gewoon fijn dat je benen en knieën goed warm zijn. Laten we beginnen met de leg extensions. Dat is deze. Allereerst, ga lekker in de stoel zitten. Dat is de eerste stap. Op het moment dat je erin zit, wil je gewoon zorgen dat je knieën net over het zitje zitten. Zodat je alle ruimte hebt, zodat je mooi met je benen kan buigen en strekken. Vervolgens mag je deze even terughalen, want we willen het kussen, dat kun je hiermee instellen. Buiten zou dat heel net iets anders kunnen zijn. Die moet je kunnen instellen op een goede hoogte, zodat dit kussen net boven je voet, onderste stuk van het scheenbeen, daar wil je het kussen hebben, zodat je vanaf daar je benen kan strekken. Dus we zetten hem terug. Vervolgens gaan we even spelen met de hoogte. Voor mij zou die dus heel iets hoger mogen. Even spieken. Vanaf hier. Kies in het begin vooral een laag gewicht. We willen in het begin gewoon echt alleen warm worden. Vanaf hier hebben we mooi van die hendels aan de zijkant zitten. Die kan je goed vastpakken. Je kunt je bovenlichaam goed in het stoeltje duwen. Billen goed naar achter. Knieën net weer over het randje. En vanaf hier is het simpelweg alleen maar het uitstrekken van de benen. Eventjes vasthouden. En langzaamaan terug. Dit kun je voor 3 setjes van 12 herhalingen doen. Puur om een warm-up te doen. Ik hoor ook van mensen buiten dat ze de apparaten relatief licht vinden. Dus stel nou, je zit al op het maximale gewicht en je denkt, nou, ik vind dit wel heel erg lichtjes. Heb ik wel een paar tips. Op het moment dat je met je benen helemaal gestrekt bent, kun je hem hier 2 seconden vasthouden. En ook langzaamaan weer terug. De terugweg kan variëren van 2 tot 4 seconden bijvoorbeeld. En hoe langer het duurt voor die terugkomt, hoe zwaarder de oefening wordt. Wat je ook nog kan doen, is zet jezelf in schrap. Je gaat met 2 benen ga je omhoog. Haal je 1 voet weg. En dan ga je met het andere been rustig aan terug. Vervolgens ga je weer met beide voeten omhoog. En dan ga je met de andere voet omlaag. Wanneer je op deze manier doet, wil je natuurlijk bijvoorbeeld de 12 reps op allebei de benen. Dus 12 met rechts en 12 met links. Hier maak je vervolgens 3 setjes van. En dan ben je klaar. Hoe rustiger je deze oefening hebt gedaan voor je warm-up, dan kun je altijd voor kiezen om hem later in deze workout terug te doen, om het even jezelf wat moeilijker te maken. Je kunt er ook voor kiezen om hem gelijk om te bouwen en ook gelijk er wat zwaardere setjes van te maken. Dan hoef je hem later in de workout niet nog een keer te doen. Dat was de leg extension. Kunnen we naar de buurman? Kunnen we er mooi uit? Buurman is de leg curl. Gaan we ook eerst weer even rustig inzitten. Vervolgens wil je eerst deze stoel goed instellen. Even spieken. Vervolgens, deze mag omlaag. Deze knop kun je daarvoor indrukken. Deze leg curl werkt soms net iets anders dan de andere. De een heeft een pad bovenop de been, deze heeft hem hier. Wat we willen is dat dit pad, het bovenste kussentje, die wil je net onder je knieën hebben. En je wilt vervolgens de onderste net boven je Achillespees wil je hem hebben. Dus vanaf hier kunnen we hem weer gaan instellen. Deze moet dus naar voren, want mijn knieën zaten te hoog op het pad. Dus we schuiven hem een klein beetje terug. Net zolang tot dit
de eerste pet goed zit. Hij zou nog iets naar voren kunnen. Eén, twee. Vervolgens kan het onderste pet zou ik nog voor mezelf verlagen. Die zit nog relatief hoog. Dus even terug. Dan zetten we hem eentje lager. En vanaf hier schuif je je benen erin. En kunnen we langzaam maar gaan beginnen. Ook hier begin met een rustig gewicht. De benen zijn eigenlijk gestrekt. En wat we vanaf hier doen is de benen naar elkaar toe buigen. En weer terug. Ook bij deze. Deze kun je ook verzwaren op dezelfde manier als de leg extension. Door dit stuk, het concentrische gedeelte aan te zwemmen. Gewoon op een normaal tempo te doen. En deze 2 tot 4 seconden langzaamaan terug. Bij deze wordt het een beetje moeilijk om hem met 1-2 benen omlaag te halen en met 1 been terug. Omdat je dan, als we rechts hier uit moeten halen, dan moeten we ook langs links. En dat gaat helemaal niet lukken. Dus voor deze zal ik dat niet doen. Is dat buiten wel mogelijk, omdat die anders is? Kun je dat zeker proberen. Ook bij deze 3 sets van 12 herhalingen. Ook de hendels weer aan de zijkant kunnen we mooi vastpakken en je goed vastzetten tegen het zitje aan. Voor deze oefening kun je er ook weer voor kiezen om 3 rustige setjes te doen met 12 herhalingen. En hem later opnieuw in de workout te doen, maar dan met een wat hoger gewicht en het jezelf iets moeilijker maken. Of ervoor te kiezen om dat aan het begin al te doen als je een beetje warm bent. En dan hoef je hem later dus niet meer in de workout opnieuw te doen. Dan hebben we de warming-up voor de benen eigenlijk klaar. En dan gaan we door naar de wat zwaardere oefeningen. Ondanks dat we niet echt een zware squat kunnen doen, kun je behoorlijk zwaar trainen voor je benen. Ook in de tent. En dat ga ik jullie zo even laten zien. Nou, zoals jullie kunnen zien, we zijn van de omgeving veranderd. We hebben hier wat materialen staan die we ook in de tent hebben. We hebben hier een bankje staan, we hebben een step. We hebben ook een stang. Daar ga ik zo meteen nog mee aan de slag. We gaan een front squat doen. En die kun je op verschillende manieren uitvoeren. Ik ga hem hier demonstreren met een dumbbell, maar je kunt ook een schijf pakken. Je zou hem ook met een stang kunnen pakken, afhankelijk van hoe zwaar jij een front squat kan doen. En of jij hem dan ook naar je sleutelbeen kan krijgen. Dus een dumbbell is vaak wel een makkelijke oplossing. Wat we gaan doen, is we pakken de dumbbell op. Je kunt hem op 2 manieren vasthouden. Je kunt hem gewoon zo vasthouden. Lekker dicht bij het borstbeen houden. Of je kunt hem zo pakken. Hou hem dicht bij je borstbeen. Vanaf hier. Romp goed recht houden. En we gaan zakken door de knieën bij een normale squat. Terwijl de romp zo recht mogelijk houden. Nu gaan jullie denken, deze jongen zou best wel dieper kunnen squatten. En inderdaad, dat kan. Daar heb ik een oplossing voor. Mijn mobiliteit is niet super goed. Hier hebben vaak meerdere mensen last van. Simpele oplossing. 2 kleine schijfjes. Deze leggen we op de grond neer. We pakken de dumbbell weer op. Houden hem weer dicht tegen het borstbeen aan. En je gaat met je hak. Ga je op de schijfjes staan. Op deze manier kan ik zelf een stuk dieper zakken. Dus we spannen de core weer aan. Goed borst vooruit. Romp recht. En nu gaan we weer zakken. En terug omhoog. Ook bij deze, lekker 3 setjes doen met 12 herhalingen. Vind je de 3 setjes met 12 herhalingen niet zwaar genoeg? Ook dan zijn er weer leuke toevoegingen. We kunnen natuurlijk ook weer het werktempo aanpassen. Dus dan gaan we nog langzamer zakken. En terug omhoog. Wat we ook kunnen doen, is zakken. Zakken, 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 tot het punt dat je beneden vast zit en vanaf hier houden we hem een paar seconden vast. En terug omhoog. Voor deze wordt dan al best wel snel pittig. Je gaat hem goed in je quadriceps voelen. Dat is de voorste beenspier. En mocht je hem met een dumbbell toch te licht vinden of de dumbbells zijn niet zwaar genoeg, probeer hem dan met een stang. Kun je hem opgooien, mooi op je sleutelbeen leggen. Heb je de mobiliteit, dan kun je hem zo vastpakken dat je met 2 vingers de stang mooi vasthoudt. Ellebogen naar voren. Of je maakt gewoon deze beweging. Dat je eigenlijk met je rechterhand je linker schouder aantikt en hem dan vasthoudt. Wat je dan een beetje wil is eigenlijk op je sleutelbeen en een klein beetje tegen je keel aan. Gaan we naar de volgende. Daarvoor hebben we de schijfjes even niet meer nodig. Dumbbell wel.
Het enige wat we daarvoor nodig hebben is of een step, zoals je kunt zien, of een bankje. Ik ga het bankje gebruiken. Dan gaan we naar de Bulgarian Split Squat. Erg leuke oefening. De meeste mensen vinden hem erg pittig. Ik begin altijd met mijn zwakke been. Dat is voor mij links. Ik ga met mijn rechtervoet op het bankje zitten. Dan zorg ik dat ik ver genoeg sta met mijn linkerbeen om in een 90 graden positie beneden te kunnen komen. Vanaf hier, zo recht mogelijk, borst vooruit, romp recht, zakken tot 90 graden. Als je nog iets dieper kan, mag zeker. En terug omhoog, vanuit het linkerbeen duwen en weer zakken. En uitstoot. Vervolgens ga je naar je andere voet. Dan zet je links. Of als je met links begonnen bent, juist andersom. Dan zetten we hem weer goed neer. Romprecht. Zakken. En terug omhoog. En weer zakken. Minimaal 90 graden. En weer omhoog. Deze kun je ook verzwaren. Je kunt schijfjes pakken. Dit zijn hele kleintjes, maar die kun je wel mooi vastpakken. Vingers erdoor. Langs je lichaam houden. Of je kunt dumbbells pakken, dat kan natuurlijk ook. Deze is over het algemeen een vrij pittige oefening. Op het moment dat je 12 herhalingen doet met één been en je voert de oefening vrij langzaam uit, dan is die al snel pittig. Mocht je hem alsnog te makkelijk vinden, laat het me dan gauw weten. Dan maak ik er een moeilijkere variant van. Die bedenk ik dan even voor je. En dan hebben we er nog een laatste. Je moet ook de hamstrings nog goed aanpakken. Daarvoor hebben we deze bar. Daar hebben we mooi wat gewicht aan zitten. We beginnen met de stang te deadliften. Wat we dan gaan doen? Voeten zetten we op heupbreedte neer. En we gaan de bar vastpakken. Grofweg schouderbreedte. Wat we nu vanaf dit punt willen, is dat je met je voeten de wereld van je af gaat duwen. En terwijl je omhoog komt, moet je voorstellen dat iemand je bij je shirt pakt en recht omhoog trekt. Dat gaat er dan ongeveer zo uitzien. Vanaf hier gaan we naar de Romanian deadlift. Stang mooi tegen je bovenbenen aan. Daar hou je hem vast. Armen lekker gestrekt. En vanaf hier gaan we eigenlijk een hele grote buiging maken. Waarbij we ons romp zo recht mogelijk houden. Dus we gaan kantelen vanuit onze heup. En maken een grote buiging. Stang net voorbij de knieën. Hoofd neutraal houden, niet omhoog kijken, niet omlaag kijken, neutraal houden. En terug omhoog komen. Benen niet helemaal op slot, mag een klein knikje inzitten. En we gaan weer buigen. Diepe buiging maken. En terug omhoog. En een buiging maken. Net voorbij de knieën weer. En terug omhoog. Deze oefening is vrij zwaar uit te voeren. Er ligt genoeg gewicht om deze ook zwaar uit te kunnen voeren. Ook hier kun je weer met werktempo spelen, onderin vasthouden. Genoeg mogelijkheden. Dit waren eigenlijk de oefeningen die ik voor jullie bedacht heb om een goede leg day te kunnen doen. Ga jij deze workout doen? Laat het me weten. Laat me ook weten wat je ervan vindt. Vond je hem te makkelijk? Laat dat ook weten. Ga ik aan de slag voor je. En dan maken we er een pittigere versie van. Ik hoop dat je deze video leuk vond en hopelijk zie ik je snel. Intent 2, ik ben er redelijk vaak en zie jullie snel.